Nou zeg, hé. Goh, je zat er te met. Nou jongen, een paar nachtjes en je kind erop. Riemeijer was de koningin van het schaatsen in de jaren 50 en wilde dolgraag naar de Spelen van 1960. Denkt u elke keer weer, daar had ik ook gewoon bij kunnen zijn? Ja, natuurlijk. Dat had ik natuurlijk, dat was mijn droom. Ja. Dat heb ik alles vooruit de kast gehaald. Maar ja, dat is helaas niet gebeurd. Dit is een wisselbeker. Die is verreden in Heerenveen en in Wormer. U wilde naar de Olympische Spelen? Dat was voor het eerst. Dus voor het eerst, dat bestond nog niet. En ik denk, nou, ik kan schaatsen. Ik heb me bewezen. Ja. En dan ga ik nog alles op alles zetten. Nee, nou, dat heb ik dus gedaan. Ik had met meerdere moeten zijn. Maar alleen maak je geen vuist. En toen ik dus mee wilde doen aan de Olympische Spelen, had ik limiettijden moeten vragen. Maar dat kwam niet in me op. Ik denk, laat gewoon zien dat ik het ken. Ja, je was 3 keer kampioen geweest, toch ook? En ik heb 10 records verbeterd in Davos. Dus ik denk, nou, kat in bakkie, dat gaat lukken. Ja, want hoe lang bent u daar geweest dan? Een heel seizoen. Ja. En de hele winter daar geweest? Ja, ja. Om te trainen? En in maart kwam ik thuis. En toen had ik de 10 Nederlandse records gevestigd. Op de baan in Davos. Om te laten zien dat ik naar de Olympische Spelen wilde. En het is allemaal niet gebeurd. Maar die 10 records staan. En elke wedstrijd verbeterde ik mijn eigen. Wanneer is tegen u gezegd dat u niet naar de Olympische Spelen mocht? Is nooit gezegd. Is niet eens gezegd? Nee, maar ik ben gewoon geen kandidaat geweest. Ze hebben me gewoon niet zien staan. Ja, het is te gek voor woorden. En u heeft dat ook niet gevraagd? Of u ging ervan uit dat het wel goed zat? Ja, ik denk ik ga me bewijzen. De kennis niet om me heen. Ze hebben ze toch gezien dat ik kan schaatsen? Goh. En bent u er nog boos over? Ja.